Dinsdag 26 mei. We hebben een kort programma vanavond, waarbij we in schriftelijke vragen van de FNP en ook de schriftelijke vraag van D66. En zo zijn er vanuit de FNP schriftelijke vragen ingediend over het verplaatsen van de bomen bij het gemeentekantoor ten behoeve van tijdelijke kantoorruimte voor een 30-tal ambtenaren. De FNP is er niet meer, vindt het zonde. Daarvoor nu hier even aan tafel Pier Tilma van de FNP. Welkom. Wat is nou precies de aanleiding van jullie schriftelijke vragen? Nou, eigenlijk maak je zeggen, deze schriftelijke vragen binnen een boetend parlementaire actie. Ja. Want dit hele proces is al veranderd. Het is net een voel van drieën. Het is het voel van het college. En twaalf, wij zijn erover informeren. Alleen in het letterstadium hebben wij contact gehad met de bomenridders. En toen ben een aantal zaken dus wel extra opvallen gingen. Eén, dat er in het hele proces, ik bestuursrechtelijk nog wel wat, hier en daar nog wel wat stekken vallen litten. Ik, het personeel is er heel botje in. En wat dus voor uzelf ook heel duidelijk naar voren te komen is, is dat wij zeggen van, wij zijn culturele haardstad in 2018 wezen en daar vinden wij geen containers bij passen op een binnenplaats bij het stadskantoor. En dat is de reden, alleen we hebben dus geen gelegenheid meer om via het normale discours deze zaak onder water te stellen. Vandaar deze vragen onder het college eigenlijk een vorm van een neetjob. Wie? Ja. Precies, dus het is een soort noodoproep in ieder geval. En want morgen is eigenlijk al de besluitvorming hierover. Dan zijn jullie niet wat te laat ook? Waarom is dat? Je kent steeds de besluitvorming. Er is een geding, werd de bomenridder. Die had een kwart geding. Dat is een geding wat tussen de bomenridders is in de gemeente. Mm-hmm. Waarbij het zij dus het behoud van die plataan in stand houden. Daar ben wij vanzelf geen deelgenoot van. Alleen het punt is even, wij willen eigenlijk toch nog een laatste oproep doen. En dan zitten we benamen dus om de politiek te denken. Als die manmachtig op een gegeven moment je vaallezen geeft, dan hebben we eventueel een kans dat dit verhaal bij veromdraaid wordt. De vader is duidelijk best. Die zei, ik wacht je deur. Oh, valt het geding ten gunste van mij uit, dan begin ik voortdadelijk die plataan eruit te graven. Dus het enige wijze waarop wij deze zaak nog traineren kennen, of in ieder geval dat wij de mogelijkheden nog hebben, dan zullen er dus andere politieke partijen wezen maten die hier manmachtig achter dit verhaal zetten. Dat ja. Wij daar als Rien en wat OSC's willen. En hebben jullie ook support vanuit anderen hierover? Nou, het opmerkelijke is, elke Ian is eigenlijk een ambitie, wij zijn wel informeren, dus formeel zien is het proces wel op een goede wijze, maar alle partijen eigenlijk die wij spreken, die binnen daar nieuwe inzichten gaan, en dat is tot aan van de medita, waarbij wij een presentatie kregen van mooi de verbouwplan die er in het stadskantoor op wat het college daar mooi van plan is om te doen. En ook daar kwam dit weer onder water en daar ben ik weer raakvlakken mooi deze tijdelijke uitbreiding van deze 30 ambtenaars. Ja. En wij hadden toen ook al ons zijn, en dat ben net alleen wij van de media, maar er waren ook andere partijen die zeiden, kunnen we deze plan niet in elkaar schoon gaan en daarmee op een gegeven moment voorkomen dat de containers op het binnenplan komen. En waarom is het nou zo belangrijk dat die bomen daar blijven? Nou, voor ons, het begint met het verhaal van de BN. En toen je echt nog wel een mits in de maat bij deze kind in de zin, dat de wethouder op een gegeven moment zei, ik graaf ze eruit en ik plak ze er zo even deel. Dus dan besteden die BN daar nog. Maar als je daar komt, dit is net samen een plataan, dit ben tafelplataan. Als je die binnenplaats jurgen, en ik werd bij hoor vallen beren, het is de sfeer. Het is haast een soort van Japanse tuin die je daar bent. Het is een serene sfeer die daar binnen in is. En dat, mooi dat je die plataan erbij had, moet je dat ook heel verenigen, je dat ook volstrijd. Nou hadden de ambtenaren binnen al verbinden om te roken in deze binnentuin. Omdat het geen gezicht bij vanuit het stadskantoor, wij als FNP zeggen, die containers zijn echt geen gezicht. Als we daar in 2018 mensen bij ons in de hal van het stadskantoor komen en zeggen dat er op deze, en dan zeggen wij letterlijk en figuurlijk een duurkeerde oplossing kiezen wordt. Ja.
Dus het gaat om het stad. In ieder geval van de aanblik van die plek, ja, waar die platanen staan. En heeft je dan ook, heb je ook alternatieven? Wat zouden dan andere mogelijkheden zijn? Nou ja, goed, daar kom je dus ook bij. Stel dat wij nou een tekort aan kantoorruimte hier in het hebben, dan hien je misschien nog even een argument. Hè? Dan kun je ze van die jaren noodvoorzieningen dus op een gegeven moment bij, wat ik deze containerhuisvesting vind. Maar wij hebben 15% leefstoorn in deze stad. Het lijkt het ons heel erg raar ta, dat het net op een manier realiseren werken. Zeker exjoen de wijze waarop het in de toekomst werken wordt. Dus dat dat minder locatieafhankelijk is. Dat zit ook in dat plan van de verdere uitbreiding van het hele stadskantoor. En waarbij ik deze lijn redeneren wordt, waarbij ik er een bepaalde periode van haast een jaar alle ambtenaren boeten het stelsel door huisvest te worden. Wij zeggen van, waarom pak staan nou net voor die 30 ambtenaren erbij die er nou een oorplak vinden moeten? Okay. Nou, helder in ieder geval. En we gaan het zien dan morgen en kijken wat er gaat gebeuren. We hopen dat dit positief voor de Boomridders uitvallen gaat. Mm-hmm. Maar oors dan hoop ik dat er een politiek brede actie om dit toch nog eventjes weer onder water te stellen. Om te keren, niet wat tijd te keren wat dit betreft. Ik ben heel benieuwd, Pier. Dankjewel. Fijn, dank je, Elke. En dan gaan we nu verder. Dus Pier, ik wil je graag even inwisselen voor Hilde Tjernema van D66. Hilde, je hebt ook schriftelijke vragen ingediend. Dat gaat over de 5000 banen die bij de belastingdiensten op de schop gaan. En je vraagt je af, wat heeft dat voor, wat betekent dat voor het belastingkantoor hier in Leeuwarden? Precies, je hebt het helemaal samengevat. Het was vorige week dat er plots bekend werd dat er fors wordt bezuinigd op de Belastingdienst. En natuurlijk is het een nationale organisatie, een voedingsinstantie, het is van de overheid. Dus Leeuwarden gaat daar niet over. Maar in Leeuwarden is het belastingkantoor een hele grote werkgever. Ja, maar wat zijn dan precies de zorgen? De zorgen zijn eigenlijk heel simpel. Dat er veel banen verdwijnen hier in Leeuwarden. We hebben ongeveer 700 banen hier op het belastingkantoor. En je kunt je voorstellen dat als er een bepaald type werk verdwijnt, dat impact heeft op de plekken. En dat is een van de aandachtspunten. Het FNV die heeft aandacht gevraagd voor het type werk dat in Noord-Nederland in de belastingkantoren wordt gedaan. En dat is vooral wat lager geschoold werk en veel administratieve controle. Daar zijn heel veel mensen bij betrokken. Dus met andere woorden, de klappen die vallen het zwaarst in het noorden. Ja, dus dat stond ook in diverse media dat betreft. Ja. Ik las ook dat in de media ook gesteld werd, bijvoorbeeld in het NRC van 19 mei. Ja. De mensen reorganisatie hun baan verliezen raken overigens niet werkloos. Ze krijgen of een andere baan bij de Belastingdienst of elders binnen de overheid. Gaat dat niet ook voor Leeuwarden op? Ja. Nou ja, op zich is dat natuurlijk. Hè, je hebt rechten als werknemer. Maar goed, als er niks is en het is tijdelijk, word je elders gedaan. Dat houdt op, dan kom je toch uiteindelijk in de WW. En dat is de kwetsbaarheid. En anderzijds is het zo, je hebt natuurlijk de Belastingdienst. We hebben onlangs de discussie over het gerechtshof gehad hier in Leeuwarden. Dus met andere woorden, het is een stapeling verrichten uit Den Haag die allemaal consequenties hebben voor de werkgelegenheid hier in de stad. Ja, en jullie hebben dan, dat is begrijpelijk, dat zijn grote bedrijven natuurlijk die hier gevestigd zijn. Maar het is nog niet 100% zeker gesteld hoe dat of het Leeuwarden treft en in welke mate het Leeuwarden gaat treffen. Is dat niet wat te vroeg om met die vragen te komen? Nee, nou ja, dat is een beetje altijd de discussie van waar wacht je op? Wacht je tot het al besloten is? Die dingen die hier aan de orde zijn, die worden ook niet in besloten. Dus wat ons betreft moet je hier altijd voor aanlopen. Altijd contact houden met de staatssecretaris. Wat zijn de plannen? Wat voor afspraken maak je met alle overheidsinstanties en uitvoeringsinstanties die decentraal gelegen zijn, namelijk hier in het noorden. Dus je bent bijna altijd te laat en nooit te vroeg.
Okay. Dus je bent gewoon ruim op tijd in ieder geval met jullie vragen wat dat betreft. En wat zou het college hier dan aan kunnen doen? Stel nou dat er inderdaad een werkloze... In mijn beleving is het zo dat op alle fronten hier aan moet werken. Dus alle politieke partijen wil ik ook oproepen om zeg maar bij Tweede Kamerleden te lobbyen van denk nou om de werkgelegenheid hier in het noorden. Maar voor een college geldt, en met name wethouder economie, dat hij in zijn acquisitie en contactbedrijven gewoon altijd vinger aan de pols heeft van wat speelt er nou. En op zichzelf wordt dat natuurlijk wel bijgehouden wat voor nieuwe werkgelegenheid er gecreëerd wordt, hoeveel bedrijven hier binnenkomen. Maar het behoud van de bestaande werkgelegenheid vind ik daarin minder belangrijk als het aantrekken van nieuwe banen. Ja, maar het is wel een interessante discussie wat dat betreft, ook omdat de Belastingdienst duidelijk aangeeft van nou, we willen vernieuwen, moderniseren. Ja, dus het is natuurlijk ook een bedrijfsleven niks. Wat ja, zeker. Het is een instantie in beweging. Echt. Je gaat natuurlijk geen werk genereren dat er niet hoeft te zijn. Dus er veranderen dingen. En waarvoor ik zou willen pleiten is, en dat zou ik dus ook over willen brengen naar de Tweede Kamer, denk nou om de meer kwetsbaarheden in de regio, waar de impact gewoon heel groot is. Ja. Dus echt meer de aandacht voor die kwetsbare gebieden. Ja. En kijken wat er hier nog wel behouden kan worden aan werkgelegenheid. Ja, ik zie het altijd maar zo. Je hebt de werkgever, dat is de Belastingdienst. Daar werken mensen. Maar goed, die mensen ook een broodje tussen de middag. Dus die gaan de stad in, die kopen een broodje, die kopen een kopje koffie. Dus je hebt daar allemaal om zo'n grote werkgever heen, heb je ook nog allemaal bedrijvigheid. En dus is het... op alle fronten. Een gebouw moet gewoon gemaakt worden. Er is van alles te doen om zo'n grote werk te geven. Een economische spin-off wat daarin in gebeurt. En wat, je noemde het in de, volgens mij de laatste vraag, dweilen met de kraan open. Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou, dit is natuurlijk wel de frustratie is dat het college ons allerlei mooie vergezichten biedt van 1000 nieuwe banen in 2020 en dan komt het goed en aan de achterkant verdwijnen banen. En dat bedoel ik met dweilen met de kraan open en dat is echt denk ik, ja, daar kun je je ogen niet voor sluiten. Ja, precies. Het is een beetje zo plus in één en dan blijf je op dat hetzelfde punt. Dat is de samenvatting. Dat is in ieder geval wat daarmee bedoeld wordt. In ieder geval dank je wel voor de toelichting. Ik ben erg benieuwd wat de antwoorden gaan heel worden. Heel graag gedaan en we wachten in spanning af. Ja, dat gaat goed komen. In ieder geval, dank je wel Hilde voor je aanwezigheid en toelichting. Dan was dat alweer elke maandag op dinsdag. Dus volgende week zijn we er weer. En dan wel weer gewoon op maandag. Kan je niet zo lang wachten. Volg ons dan op Twitter via @leopolitiek. Of kijk even op onze website www.omroepleo.nl. Ik wens u nog een fijne avond.